Bijna een jaar geleden begonnen Yvonne Coldeweijer en haar collega Mark Koster met hun populaire podcast over juice genaamd The Juice Show. Sindsdien is Yvonne een prominente persoonlijkheid geworden bij de podcastdienst Podimo. Hoewel het exacte bedrag niet bekend is, wordt gespeculeerd dat Yvonne aanzienlijk meer verdient dan haar co-host Mark Koster. Volgens vakblad Villa Media genieten de makers van Podimo van een goed salaris, terwijl Mark Koster spreekt van een bovenmodaal basisinkomen. Echter, Yvonne's verdiensten overstijgen die van Mark aanzienlijk. Dit is begrijpelijk, gezien haar bekendheid als juicekoningin en haar grote aanhang op sociale media. Haar invloed op platforms zoals Instagram en YouTube, met respectievelijk 862.000 abonnees, maakt haar tot een waardevol uithangbord voor Podimo. Tim de Gier, Head of Content bij Podimo, benadrukt dat Yvonne met haar show een groot publiek bereikt en dat de aandacht vooral gericht is op haar onthullingen op Instagram. Ondanks discussies over het naleven van journalistieke regels, heeft Podimo besloten de Juice Show voort te zetten, waarbij ze elke zaak individueel bekijken voordat ze een beslissing nemen. Met haar interessante kijk op de wereld van juice en alle overwegingen die daarbij horen, heeft Yvonne Coldeweijer een onmiskenbaar succesvolle podcast gecreëerd. Haar populariteit op sociale media en haar toewijding aan haar onderwerp hebben haar een invloedrijke positie gegeven binnen de showmedia.